Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit hier in de auto. Het is op dit moment 4 uur in de nacht. Ja, we hebben allemaal eigenlijk korter dan 2 uur of 1,5 uur geslapen. En dat komt omdat we dus gewoon nu midden in de nacht al op Schiphol zijn. Om een beetje op tijd te zijn om onze vlucht te pakken naar Kreta. Ik ben samen met Thijs, ik ben samen met Noël, ik ben samen met Maiwen. Ik ben een beetje moe, sorry daarvoor. 1,5 uur geslapen. Maar we zijn er. Alles mee als het goed is, niks vergeten. Dat is altijd maar eventjes de vraag. Spannend. Ik heb een Nintendo Switch in mijn tas. Ik heb een hoofdtelefoon mee, die is opgeladen. Nou, paspoort mee. Geen illegale spullen. Niet dat ik die app ook of zo, maar dat moet goed zijn, denk ik. Nou, met alle drukte op Schiphol. Ik ben heel erg benieuwd. Echt benieuwd. Veel gapen, maar je hoort zeg maar 2 verhalen. Of mensen hebben het echt poepie druk en staan urenlang te wachten. Sommigen missen hun vlucht. Maar je hebt ook de andere kant van het verhaal. En dat is dat mensen denken dat het druk is en komen en er helemaal niet druk is en in één keer doorlopen. Nu zag ik al wel daarboven dat er heel erg lange rij stond bij de douane. Maar ik ben benieuwd. Let's go. We hebben wel iets nieuws gedaan. En dat is namelijk dit. Normaal gesproken geven we de auto daar af. Maar ik zei tegen Maya van anders dan zet je nu gewoon een keertje de auto eventjes op zo'n parkeerplek. Bij zo'n garage. En toen zei Maya is goed. Dus ik vroeg aan Maya of ze dat wilde regelen. Maar nu heeft ze een valet parking geregeld. Op een plek. Echt ziek. Dit is echt niet normaal. Ja, het kost ook wel wat geld moet ik zeggen. Maar de auto staat gewoon hier. Voor vertrek al 2. En bij vertrek al 3, daartussenin. En dan leef je je sleutel in bij de balie. En dan zet ze je auto overdekt. Veilig weg, onder een dak. En dan staat hij daar voor een weekje. En de reden waarom ik dat wilde, is omdat Bas dan gewoon zijn auto op mijn parkeerplek kan zetten. Dus shout-out naar Bas ook weer, die op het huis gaat passen. Wij hebben hier geloof ik alle spullen. Heb jij je sleutel ingeleverd? Ja. Ja? Ja. Nice. Toppie. Let's go. Hebben we er zin in? Ja. Ja, ik zie je nu al struggelen. Dit is neppe energie, zegt hij. Neppe energie. Van wie is die koffer dan? Gast. Dat is echt neppe energie, man. Je bent er helemaal niet bij. Hij laat gewoon zijn koffer staan. Wow, hij laat zijn koffer gewoon staan. Hé, maar hoe zit dat met mondkapjes? Had je dat nog gevraagd? Wie zou ik dat moeten vragen? Ik heb heel dit in de auto gezeten. Oh, ik dacht dat je dat ging vragen aan iemand. Nee, hier inderdaad. Ja. Oh, hier. Ik heb net lekker zitten slapen. Oké, okay. Ja, ik weet niet of er nog mondkapje nodig is. Maar de laatste vlucht die Mario en ik namen, had niemand in het vliegtuig mondkapje op. Ook de stewardess en zo niet, dus... Ik ben benieuwd. Maar goed, we gaan eerst even de koffers checken. Oei, die jongen toch, hè. Het blijft een jongetje, hè. Ongelooflijk. Nou, we gaan onze koffers maar eens even inchecken. En dan, we gaan het wel zien. Ik moet ook gewoon niet te veel praten. Ah! This dog, so cute. Wow. Hey, hello. Can I pet him? Hey, hello. Hey, I take you with me, yes? Wat een fijn hondje is dit. Kijk, hoe schattig. Bye bye. Wow, yo, dat was echt cuteness overload 9000 plus. Wow, dat had ik echt nodig. Hey, jullie hadden ook moeten aaien hoor, daar gebeurt er iets met je. Nu wil ik even terug. Gast, je raakt bijna buiten balans omdat je achterom kijkt. Zo moe ben je. Zo cute is die dog. Hij heeft ook weer de lelijkste cover ever mee. Hey, yo. Maar ja, hij doet wat hij moet doen. Hij gaat bij me weglopen. Oh, mooie dingen. Dat beloof je wat moois dit, mensen. Ja, ik dacht, dit klopt dan niet. Hè? Iedereen loopt daarheen. Wij lopen iedereen tegemoet. Hey. En dat komt omdat die ingang dicht is. Dus we lopen dit hele stuk gewoon voor saus. Oh, dit gaat niet goed, hoor. Iedereen is veel te moe. Ladies and gentlemen, check this out, yo. Dit is een beetje de situatie op Schiphol. Je ziet daarboven is de douane, zeg maar. Ik zal even naar achter gaan. Kijk, daarboven is de douane, daar zo. Staat ook zo'n hele lange rij. Is dit gewoon geluk of wat is er aan de hand? We lopen echt honderden mensen voorbij. En uiteindelijk komen we bij een incheckbalie waar niemand is. Ja, heel eerlijk. KLM staat helemaal vol daar. Ah. Ik vlieg met Transavia en ik heb online ingecheckt. Dus dan kan je gewoon nu zelf inchecken. Ja. Gewoon een andere vluchtmaatschappij dan. Ja. Het is gewoon stress bij KLM. Hier gaat het goed, hè? Ik zei, hier gaat het goed, hè? Ze zei, ja. Self-check-in en bag-tagging. Gaat helemaal goed. Touch to start. Nou, touch. Transavia. Hier, kijk. Scan your boarding pass. Nou, doe ik hem eronder. Kijk, hier.
Enzo Knol, Iracleon. Daar gaan we heen. Hij lijkt catchy. Oh, joh, kijk, ik heb mijn teabag. Zo, maar dat is het is dus stress bij KLM, maar niet bij Transavia. Als ik dit zo zie, dit is echt sick. Returning your bag. Schat, dit is een error. Dat dacht ik al. Oh, de label. Kijk, de label is niet goed. Kijk. Goed checken, Enzo, of die label helemaal goed zit. Je label moet goed. Kijk, label even erop. Confirm mij. Druk F. Kijk, label is goed. Label is attacked, yes. Kijk, nou gaat hij weer dicht. Dit is wel ideaal hoor, als het werkt. Heb jij het ook goed gedaan? Ja, confirm. Klinkt net. Nice. Confirm. Oké, nice. Kijk, 5 stappen, dames en heren. Zo moeilijk hier. Kijk, confirm. Dus dan confirm ik dat ik niks bij me heb, wat niet goed is. Nou, heb ik een bonnetje. Nou, nice. Nou, de koffie die hij bijna liet staan met de auto is toch mee. Oh, hij geeft nog een trapje na. Hé, hey, haal die andere sticker even af. Haal die sticker eraf. Hij heeft 14 kilo. Bro, heb je wel een speedo bij je? Sowieso komt er een moment dat we ergens zijn en dat Noël zegt... Oh, had ik dat mee moeten nemen? Paspoort of zo. Die heb ik in mijn tas. Dit is echt sick, dames en heren. We zijn allemaal de grote koffer vergeten. Oh ja, die moest je meenemen. Nee, we hebben alle koffers al ingecheckt. Broski, hoeveel zin heb je in Curaçao? Creta, ja. Lekker. Hoeveel zin heb je in Creta? Curaçao. Nou, jullie hebben wel allebei dit, hè? Ja. 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 Dan ben je die BM, hè? Mele maand slaan. Nou, Myron de leadster. Daar heb je de hond weer. Hoi joh. Hoe kan dit? Ja, ik zweer het je. Ik ga weer gewoon doen alsof ik die hond nog geen één keer heb gezien. Gewoon helemaal opnieuw. Gewoon opnieuw kennis maken. Oh my god, this dog. Wow. Can I pet him? It's so cute. Hey. Hello. Yes, I'm so happy to see you again. Gewoon zelfde eigenaar, zelfde hond. Zo fijn. Dat was echt een fijn momentje. Ik ben helemaal happy. Happy! Even één ding. Hoe fijn zou het zijn als we straks in het vliegtuig zitten met die hond? Ja, eerlijk? Dat is een beeld nu. Ja. Can I pet him? Is it your dog? Hey! We hebben het gehaald, hè? We zijn door de security. Akki, hier, 4:15. We hebben nog anderhalf uur. Nog anderhalf uur? Nou, komen we nu aan op Schiphol ongeveer. Ziek, hè? Maar we zijn in ieder geval op tijd. We hebben het gered. Daar gaat het om. Drinken of zo. Precies. Dames en heren, we zitten ondertussen bij Laplace hier zo. En we hebben serieus, Noël en ik hebben in de rij gestaan, we hebben serieus langer gedaan over hier in de rij staan voor eten, voor ontbijt, dan gewoon inchecken, koffers, uiteindelijk douane, alles bij elkaar. We hebben gewoon het langst hier in de rij gestaan, niet normaal. Maar het was wel gezellig. We hebben nu een lekker broodje. Ik deel dit broodje met Myron. Lekker kip, met taugee, lekker croissantje, espresso macchiato, lekker yoghurtje. Ik denk goed ontbijtje. Ja, super. Kun je beter. Het leven is mooi. En we maken iets moois van toch? Lekker soepje erbij, heerlijk hoor. Genieten, dames en heren. Genieten. Goed, dat is ook een manier. Jongen. Kijk, dit is echt perfecte timing, dames en heren. Gewoon niemand is hier meer aan het wachten. Iedereen staat daar in de rij. Kijk, hier gaan we mee vliegen. Yay, let's go. Laat het zien, jongen. Ja, je moet ook niet zo van horen. Doe een kapper in Greta. Ja, dan kan je weer de hoofdprijs betalen. Oké, dames en heren. Ik heb een serie gedownload. Top. Even lekker serietje kijken. Ja, welke serie ga je kijken? Ozarks. Daar ben je bijna klaar mee, toch? Fijn. We kunnen weer samen kijken. Jongens. Hey, dat gaan de koffers. Hoi, joh. Ik ben net wakker. Op zich wel
heeft zijn gordel om. Omdat we gaan landen. Deze jongen ligt hier lekker te slapen. Leeft hij nog? We gaan landen. We gaan bijna landen. Ja, even kriebels in onze buik van de turbulentie. Turbulentie is niet fijn. Ik denk dat dit wel een heftige landing wordt. Ik vind het echt zo ziek dat ze met zulke harde wind kunnen landen. Iedereen zit op de handen wat zo. Welkom in Creta op de luchthaven van Heraklion. Blijft u alstublieft zitten met uw storing gesloten totdat de tekenstoring vast uit is en het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen. En pas u daarna bij het openen van de bagagevak, een handbagage kan zijn verschoven en eruit vallen. Dat denk ik ook wel, ja. Controleert u voor het uitstappen dat u geen van uw persoonlijke eigendom bij ons aan boord achterlaat. Nee, dat zullen we wel opwijzen. Dan hebben we gezag voor de buffers en bemanning nu afscheid van u. We hopen dat u ondanks de wat extra rondjes van de zaak en de kleine vertraging daardoor toch een prettige vlucht met ons heeft gehad. Rondjes van de zaak. En zien u graag terug aan boord op een van uw volgende reizen. Namens Transavia wensen wij u een fijn verblijf, wellicht een welkom thuis of een goede doorreis. Hartelijk dank voor het vliegen met ons en graag tot ziens. Dankjewel. Ik kan jullie vertellen, het is 34 graden. Maait wel heel hard. Oh, wat lekker. Zo, die stoel hé. Dit is even een temperatuurtje, dames en heren. 34 graden op je bakkes. Thijs, ik heb verkeerde kleding aan, maar ik zei ja, elke kleding is hier voor verkeerd. Ja, joh. Oké, door de navigatie. Wat? Een uur en 8 minuten? Ja, dat had ik je wel kunnen vertellen. Wow, dat was ik helemaal vergeten. Ik dacht het is om de hoek. Nope, het is nog een uurtje rijden. Holy moly. Yep. Let's go! Zo, dames en heren. We zitten ondertussen in de auto en die ziet er gewoon helemaal goed uit. Hij was wel een beetje leeg, dus ik heb hem meteen helemaal vol getankt. Ik kan 740 kilometer rijden. Je zou denken op een eiland, zoveel hoef je niet te rijden. Dus ik denk ook dat het wel helemaal goed komt met deze volle tank voor een weekje. Ja. En je hoort natuurlijk even de airco blazen, dus sorry voor het lawaai, maar het is echt gewoon serieus heel warm. Maar ik wil niet te veel klagen over het warme weer, want het is gewoon vet irritant is de hele tijd. Nou, zo warm, zo warm. Ik ben gewoon super blij dat we hier zijn. We gaan een uurtje rijden in de auto richting het hotel. En dat is 70 kilometer ongeveer. Je hebt niet zulke goede regels in Nederland. Lekker espresso shotje. Wil jij ook een slokje? Ja, lekker. En ik weet nog van vorig jaar op Creta dat ze hier best wel leuk doorrijden, zeg maar. En dat ze ook gewoon niet per se, zeg maar, rechts of links rijden. Soms rijden gewoon drie auto's naast elkaar of zo. Dat is best wel gek om te zien. Dat was echt raar vorig jaar. Het boeit niet echt dat je linker rechter weghelft hebt, zeg maar. Soms rijden ze ook gewoon helemaal rechts op de vluchtstrook. Rijdt iemand 50 en dan haalt iemand in met 100. Best wel random. Maar goed, mooie omgeving, mooi eiland. Ik heb er super veel zin in. Echt knijters veel zin in. En ook om een lekker duikje te nemen in het water. Dat wordt ook echt wel hartstikke fijn. Het is nu een uurtje later hier. En ja, we hebben allemaal super weinig geslapen. In het vliegtuig heb ik er misschien hooguit maximaal een uurtje geslapen. Maar toch ga ik er nog wel aardig lekker op. Maar er komt gewoon die nieuwe hype, die zenuwen voor deze aankomende week. We hebben een prachtige planning voor de boeg. Het belooft echt weer een hartstikke leuke vakantievlogs. Hebben jullie er zin in? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. En wat wel heel erg leuk en interessant was bij het tanken net, is dat bij het tanken kreeg ik te horen van een man daar. Ik maakte meteen even een praatje. Ik vind het altijd super leuk om meteen even een praatje te maken. En toen zei ik van, is dat zo op Creta hier, gewoon op het hele eiland, dat er altijd mensen staan om jou te helpen met tanken? Ja. Hier is het heel normaal dat als je je auto kon brengen, dat er dan voor je getankt wordt. En in Nederland, heb je dat dan op sommige plekken? Ik zeg nee, nergens. Nergens? Moet je overal zelf tanken? Ik zeg ja, en we hebben op sommige plekken hebben we gewoon dat je alleen kan pinnen. Dan heb je ook geen winkeltje, gewoon even snel, makkelijk. Serieus? Ja. Dus dat is zo mooi dan, om dat verschil meteen te horen. Dus dat is wel lachen. Dus helemaal getankt, helemaal blij. En we gaan richting het Aquila Hotel. Ja, en dat is wel echt superleuk, want we waren hier vorig jaar natuurlijk ook. Dus waarschijnlijk gaan heel veel mensen het dan herkennen. Maar heb je nou die vlog nog niet gezien en je denkt na deze vlog van vandaag van, nou, ik wil eigenlijk nog wel meer kijken. Kijk dan alsjeblieft
opgelost van vorig jaar. Want dan weet je ook een beetje het sfeertje. Ja, superleuk. Maar dan gaan jullie de aankomende dagen ook wel zien. En dan kan je altijd daarna ook nog de keuze maken van ik ga de vlogs van vorig jaar ook checken. Ja. Maar het is echt super gaaf hier. Wordt echt fantastisch. Ik heb de drone bij me, dus gewoon mooie drone shots maken. En we hebben alleen maar andere activiteiten op de planning staan. Hè? Dus het wordt eigenlijk gewoon een soort van verlenging van vorig jaar. Van wat je hier nog meer kunt doen. Ja, dat is zo. Want wij gaan heel vaak een weekje weg. Maar soms heb ik zoiets van, oh, 2 weken was ook wel super dik geweest. Ja. Maar goed, het doet me wel denken dat tanken aan Curaçao. Curaçao heb je ook veel plekken waar ze tanken voor. Zo, kijk eens even rechts. Ja, het is wel echt super mooi hier hoor. Ik vind die bergen dus zo mooi. Echt zo fijn. We hebben Nederland ook, bergen op zo. Nee, maar dan daarboven zie je van die huisjes nog en zo. Het is echt zo lief, zo leuk. Ja, een goede sfeer hier. Ja. En dat hotel is zo ziek. Hè. Nou, jullie gaan het straks allemaal wel eens zien. Het gaat helemaal goed komen. Ja. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Let's go. Very good, very nice. Very good, very nice. I'm coming to meld mezelf. Enzo Knol. Enzo Knol, I have to check in. You have a reservation for this hotel. Yes. To the middle road, to the left. Okay, thank you. Ik kom te meld mezelf. Hé, hey, ik moet nog even inkomen hè, met mijn Engels. Hier, erin dus, zei hij. And you find a parking place. Oh, ja, dat is best goed eigenlijk. Ja, dat denk ik ook wel, hè. Ja. Dit is wel ziek. Dit hebben ze nieuw volgens mij. Ja, die overdekking. Ja. Lekker in de sky, joh. Ik denk dat het wel echt super fijn is. En zo eventjes weer zijn parkeerskills altijd laten zien, hè. Keurig, pas perfect. Super. Kunnen we allemaal precies uitstappen. Dit is wel chill, hoor. Hey, je hebt een leuk kuifje nu. Laat zo. Staat hier lekker in de schaduw in dit, hè. Nou, dat was wel een lekker stukje rijden hoor. Ja, ja, sowieso mooi altijd om in het buitenland te rijden. Met een andere omgeving en zo. Klopt, dat vind ik ook nooit erg. Vind ik alleen maar leuk. Ah, kijk, ideaal. Can I give the suitcase to you? Yeah, thank you very much. Super chill. Oké, okay, let's go. Oh, de fles. Jij dacht dat die automatisch ging, yeah. Hè? Ja, we zijn er weer, dames en heren. Holy moly. It's good to be back. Heel erg nice dit. Yee! En weet je wat we hier altijd drinken? Een Fredo. Dat is echt een overheerlijke koffie. Dames en heren, dit is het uitzicht. Zo fijn. Dit is wel echt sick trouwens, want ik had het er nog over een paar dagen geleden over dat shirtje wat ik ooit op Kreta had gekocht voor 10 of 15 euro hier in het winkeltje. Nu zijn we er. Had ik helemaal niet over nagedacht eerlijk gezegd. Maar dat heb ik gewoon gekocht hier bij dit winkeltje. Echt geniaal. Oi oi oi, het is dus de hele week al 34 graden geweest. Het is ook een keertje 35 graden geweest. Lekker zeg, niet normaal. Echt nice, die palmbomen ook hè. Wat een vibe is dit, kijk dan. Dit is dat winkeltje dames en heren, hier binnen. Oh, okay. I have a question. Is there baklava in the room? Of course. Oh, oh my god, yeah! Ik weet nog wel, van vorig jaar kwamen we in de kamer. Was dat niet je eerste kennismaking met baklava? Ja, wel, ja eigenlijk wel. Ja, toch? Ja, sindsdien is wel gewoon, heb ik er wel echt gewoon een passie voor gekregen. Ja. Verschillende tentjes proberen en zo. Thijs die kwam bij mij laatst, al wel een paar weken geleden. En die zei ze van, Enzo, wist jij dat je gewoon in Nederland gewoon zo'n bak kan bestellen? Waar echt, hoeveel baklava zit erop? Een kilo had ik besteld. Een kilo had hij besteld, online. Had hij een kilo baklava besteld, kreeg hij zo'n grote plaat binnen, allemaal in stukjes. Zo gesneden. Dat was zo lekker. En in één keer zat ik eraan te denken van, oh ja, op de kamer hadden we vorig jaar baklava. Wow, daar ging het toen zo goed op. Zo suikerachtig maar. Zo ongezond, maar zo het lekkerste. En hoe ze het ook met zekerheid zegt, is er baklava? Of course. Ja, of course. Dat is zo normaal. Ja, wat ik ook nog wel weet van vorig jaar is dat overal waar je hier gaat zitten, krijg je altijd water. Dat is gewoon standaard. Je krijgt gewoon standaard een kan water. Want ze zeggen, je moet genoeg water drinken, want het is gewoon super heet. Dus gewoon drinken, drinken, drinken. Maar ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt erop alsof we gewoon precies dezelfde kamer hebben als vorig jaar. En die waren echt zo sick met dat zwembad erbij. Ja, volgens mij nog echt ook. Hé, we hebben dezelfde kamer! Gewoon dezelfde kamer. Dus jullie weer boven, wij beneden? Ja, of course. Wauw, kijk dan. Echt fijn dit. Oh, de koffers die zijn er al. Kijk eens. En daar staat een baklava. Zo fijn dit, hè. Kijk dit, dames en heren. Wauw. Hey, vogeltje. Oh, dit is echt volop genieten. Wow, al die jetskis daar. Ja, ze zijn jetski tour aan het doen, daar verderop. Oh, dat is fijn.
Dit is echt heel fijn. Het is ook lekker koud binnen, lekker fris. Moes, dit is zo fijn. Dit is zo fijn. Ik heb het gevoel alsof ik terug in de tijd ga, man. Ja, gewoon een déjà vu. Ja. Het is echt een déjà vu moment dat je gewoon denkt van, ik ben hier eerder geweest, maar dat klopt dus. Heerlijk hoor. Al die herinneringen terug. Ja, dit is echt heel erg fijn. Mij ook, ja. En het winkeltje waar we net ook langs kwamen, dat was ook dus het legendarische moment dat Thijs zei, ik ben mijn mondkapje vergeten. Ik zei, oh, dat meen je niet, die heb je nodig. Ik zei, ik heb hem voor je. Toen deed ik zo bij Thijs en toen zei hij, ik heb hem gewoon. Hij zat gewoon om mijn kin. Geniaal dit, dames en heren. Eerst wat we gaan doen is denk ik zwembroek aantrekken en een duik nemen. Yeah. Nee, baklava eten, dat is het eerste wat we gaan doen. Ik weet serieus nu welke ik wil pakken. Je weet het niet? Ik denk dat ik gewoon deze neem. De classic. Kies jij als ja. De classic, deze. Die? Ik pak deze. Oh, dat is een hele goede keuze. En jij? Dat is geen baklava. Dat is geen baklava. Dit is ook geen bruin, dit is een abrikoos. Wow. Nou, dat is mooi, jongens. Oké, okay, goed. Proost. Proost. Hey! Hoppa! Peter! Nou, dit is heel goed, hoor. De abrikoos. Is het hebben? Oh, wow. Heel zoet. Ja, heel zoet, ja. Heel zoet. Net zo'n bakwater, toch? Ja. Oh. Zulke water nodig. Zo fijn dit. Dat is Raki. Ja, Raki. Noël die wilde water, dus Mario zei, ja, ik schenk wel wat water voor je in, hoor. Kijk maar, geen probleem. Ik zou zo graag water. Maar dat is Raki, dat is alcohol. Ik had hem wel verder. Raki. Hij is elk jaar lekkerder. Ja, oh, lekker. Heel lekker. Nou, ik neem nog wel een baklava. Oh, ik ook weer. Kijk dan. En zo lekker slaapje aan doen, hè? Zo, ik was meteen op de bank gaan liggen. Zo, gelijk even een dutje gedaan. Met bro. Jullie hebben meteen een pons gedaan. Ja, we zijn even al naar buiten geweest, maar kijk dit even. Boy, joh. Hoi. Zo. Ja, dat is niet normaal, hè? En die ligt uit al zo lekker te wachten op jou. Hier. Ja, oh. Ja, spring er maar even in dan gelijk, hè? Nee, niet te... Oh, oh, oh. Hop. Oh, kijk dat ding, man. Oh. Hé, hey, hij ligt hem. Doe niet, ja. Oh, die blonde lieve haartjes. Oh, dat is wel even wennen, hè? Oh. Oh. Hé, hey, serieus? Mijn uitzichtje, hè? Van binnen liggen naar nu, oh, is wel koud, hè? Ja, het is even wennen. Oh. Nou, zal ik jullie even voeden? Ja. Nou, nu wel. Moet eens kijken. Ik ga jullie even voeden. Middelvinger. Duimpje. Hey. Duimpje omhoog. Geen niet dat duimpje omhoog te doen. Hey. Hartje. Ja, dat is fijn. Ik ga het eten even halen. Hoi, hoi, hoi. Was er nog net toch ook in, of niet? Nee. Dan ben je nog niet in het zwembad. Nee. Oh, nee. Ik kom maar in. Hé, je bent deksel nou. Dat is nog verrassing voor jou wat eronder zit. Ja, ik zit bij mij alleen maar bakken van. Mam, mam, mam. En dan die voor Enzo. Oh. Dit is wel heel ziek, hoor. Zo. Kijk eens. Ik had wel even lekker geslapen. Bang, nee, heel snel. Wat zal eronder zitten? Die bank is fijn. Oh, joh. Is lekker. Oh, nou, laatste. Voor me. Oh, zo fijn. Oh, ik krijg maar 4. Ja, ja, jij mag het moment zelf doen straks. Oh, ja. Wow, dat blijft zo'n ziek moment als je dan zeg maar in slaap bent gevallen. En dan in één keer zo in het zwembad gaat en zo in het koud zwembad springt. Zo, dan krijg je in één keer zo'n shock of zo. Zo, dan komen we bij het idee van Thijs en mij. Gewoon de komende dagen. Ja. Want dat is? In de ochtend duik in de zee. Echt? Ja, dat kunnen we doen. Elke ochtend. Elke ochtend duik in de zee. Ta-ta-ta-ta. Wow. Papa heeft honger. Zo, we gaan lekker eten. Gyros, dames en heren. Hey, let's go Griekenland. Woehoe. Zo, dames en heren, we hebben echt heerlijk gechilled bij het plekje hier zo. Ik ben echt weer net wakker. Ik heb echt gewoon eventjes goede slaap gepakt, hoor. Heerlijk. Misschien ook al een beetje verbrand, eerlijk gezegd. Dat weet ik niet. Ik heb hem zo goed ingesmeerd. Maar ja, zo, jullie hebben echt allemaal een beetje dezelfde kleurtjes, hè? Ja, crème. Kijk nou. Ik denk even foto's maken, jongens. Alle 4 crème shirtje aan. Ja. Nice, hoor. Ik zei al tegen Thijs, ik zeg, je ziet er echt goed uit, maar het lijkt ook een beetje alsof je zo drugsbaron bent. Want je hebt een broertje. El Patron. El Patron, de veer. El Patron, de Creta. Hij ziet er goed uit, maatje. Jij kan het hebben. Kijk, maar dat vind ik wel lief. Dat je dan nog zegt dat ik het kan hebben, is zo van, het ziet er niet zo uit zoals je bedoelde. Nee.
En dat is tof om te horen. Dankjewel, maatje. Love. Goed, Marion die is helemaal blij met haar boyo. Ik dacht, hè? Wel van een... Een Yeezy-boom. Nou, met jouw sandalen. Dat daar heb je de hele tijd over. Dat is het. Maar je heeft het de hele tijd over de sandalen. Of het leuk is, ja of nee. Ja, ik denk, wie heeft de beste schoenen? Ja, ik doe wel mee in de competitie, denk ik. Ja, ik denk dat het toch een gedeelde eerste plek wordt. Tussen ons drie. Goed, Noël valt blijkbaar af met zijn Adidas slippen. Wie valt er nu af? Ja, dat is wel weer een beetje typisch Noël. Niet nadenken. Die is, ligt daar niet op een gunstige plek. Nee. Dat is puur denken aan de content en niet aan de functionaliteit. Dat moet je door. Ja, we gaan wel iets heel erg leuks doen trouwens. Misschien kan jij daar ietsjes meer over vertellen. Ja, ik weet het ook niet zo goed, maar volgens mij krijgen we koffieles. Koffieles? Fredo, dus eigenlijk ijskoffieles. Ik ben benieuwd. Wat heet het nou Fredo? Ja, Fredo. Maar we krijgen frappe les. Ja, dat is koude koffie. Ja, oké. Okay. Dus dan leren we ook hoe we de Fredo moeten. Juist. Ja, hier, wat dan boos op jou, hè? Hoor je dat? Security nu wel. Security. Hij zo, wat had hij? Goed in de kaktus. Kijk, is hij weer hoor. Netjes. Go! Gaan we. Jullie hebben ook zo'n kleur pet op. Ja, jij en Noël. Ja, ik en Noël. Dit is geen pet, hè? Dat heb ik net gehaald. Je ligt bij het winkeltje. Serieus? Nee. Ik had vorig jaar toch zo'n grijze. Nou, ja. Deze. Ja, ik zei ook al. Dus gewoon echt, Thijs kan hem gewoon weer hebben, weet je wel. Zo fijn is dat om te zien. Oh, komt de golfkar. Ah, ik ga vragen of je kan. Hallo, je woont to de receptie? Yeah. Kan jij helpen? Of course. Oh, perfect. Hoppa. Yo, dit is geniaal. Nice. Damn, what the fuck. Dit is echt geniaal. Dit is precies net als vorig jaar. Die mensen zijn zo aardig. Het is echt nog aardiger dan jullie zijn. Zo aardig. Ah, dan is hij echt aardig. Ik heb zin om zo... Helemaal zo... Thank you. Mucho gracias. Wow, dat was echt nice. Nou, we komen weer opnieuw in het hotel. George! Net zoals een hond. Nee, dat bedoel ik niet meer. George! George! We're back, George. Thanks, God. I'm Enzo. I remember you. Yeah, from last year. I am behind the bar. Of you at the Instagram. Really? Of course. Thank you, my friend. You're welcome, George. Welcome. How are you? Very good. Good. Welcome good. Back. Nice. Everything okay? Yes, yeah? Perfect. Yeah. Yes. George is echt ons maatje. Ja. Yeah. Vorig jaar, toen stond hij achter de bar. Toen ging hij ook allemaal drankjes maken en zo. Dat was echt super gezellig. Dus ja, nu is George er weer bij. En die gaat ons blijkbaar wat leren. Dus ik ben er echt heel erg... Hij echt pakt even een chippy. Dit is wel echt een fijne chipskom of zo. Tijdens het gamen. Ja. Op je bureau is een hele bar. Nee, maar weet je wat serieus een ding is? Weet je wat echt een ziek hype product kan zijn? Want ik gebruik wel eens, als ik echt zo'n craving heb van chips, pak ik een lepel, ga ik zo'n chips eten, anders krijg ik vieze handen. Als je iets kan bedenken waardoor gamers kunnen eten, chips, op een handige manier, zonder hun handen vies te maken, heb jij een gouden product er aan. Ja, ik heb geen zin om dat te bedenken. Maar sushi stokjes. Nee. Met chips. Je moet snel. Ja, er moet een product komen waardoor je chips makkelijk kan eten als gamer. Dit is alles behalve handige muziek, maar het is wel gezellig. Dus dit is een frappe. Is dit een typical frappe or do you need milk in it? If you like milk, yeah, you like milk in coffee, you drink like latte. I like milk, yes. Yeah. Only cream milk, not fresh. Hoppa. Hoppa. Nice. Ah, magic. Dit ziet er nice uit, hè? Ja, dit ziet er heel satisfying uit. Ja, dit ziet er echt nice uit. Check dan. Dit is echt fijn. Kijk, hij is dus alles hier aan het maken. Maar hij vertelt dus precies hoe hij het moet maken. Dus een scoopje suiker, een scoopje bruin suiker. Wil je water, wil je melk. Ik hoop eigenlijk dat jij het voor mij gaat maken. Ja, ik ga die voor jou even maken. Eigenlijk moet ik het zo zien dat het een beetje een soort van chocomelpoeder is, maar dan koffiepoeder. Hoe je chocomel maakt. Wij dachten dat ze echt koffie zetten en dat deden ze erin. Maar ze gebruiken gewoon poeder. Ja, ik denk dat het wel lekker is. I put the coffee inside. Ask him if you want any sugar. You can put the sugar in. A little bit of water and then you shake it. What do you want, you filthy animal? Some sugar. Some sugar? Brown sugar. Here you are, brown sugar. Brown sugar and white sugar. Ja, alle twee. Maar jij voelt aan hoeveel dat moet, hè? Perfect. Boom, normale suiker. Oh, yes. Perfect. A little bit of water. Yes. Stuiteren. Wow. Oh, it's okay. Oh. Yeah. Okay. We have a lot of foam, but don't worry about it. We can fix it with water or milk. Foam. He likes foam. He likes foam. You can take a spoon with the foam. Yeah. You close it, and
you shake. Close it well and shake it a little bit. Look at the show. Hey. You see it, George? Here we are. Right. And now I take this out. Yeah. And this way. Oh. Beetje in mijn mond. Kijk eens even. If you want any water or milk right now. Okay, water of milk? Milk. Milk? Milky. Milky. Nu zien ze dat. Ook zien ze dat. This one. Milky, milky. Oh, ik had het zo lekker. Wauw. Hij is een figuurtje aan het maken inmiddels, zie je dat? Wow, en... wow, dat is niet te gek hoor. Perfect. Wow. Oh. Wow. En dan hij doet dit. Wow. Hola. Bravo. Boom. That's good. Okay, so that's it. This is the frappe. This is the frappe. Yeah, the Greek coffee. But since the Freddo espresso came, no one tries to drink it. They only prefer the Freddo espresso. I don't know why, but I guess it tastes better. Freddo espresso? Freddo espresso is hot. Yeah. No, it's not hot. It's the cold one. Maar wat daar dronken wij dan? Dat ik zo. Mag ik nog een beetje melk? Een beetje melk komt zo bij, hè? So first you make coffee. Yeah. So you need a double dose to make the Freddo espresso. Okay. Ah, hij doet twee schepjes van dat poeder. Yes. Nice. Dit herken ik allemaal van thuis. Dan doet hij hem hieronder. Klikt hij hem waarschijnlijk zo opzij. Klikt hij op een knopje, komt het koffie eruit. Dat is allemaal nog wel logisch. Kijk, nu wordt de koffie gemaakt. En dit is dus gewoon heet koffie. Helemaal lekker. Nice. Maar dan. Hey, mevrouw. Hey. Kom zo bij je. Ik wil graag Fredo, mag dat? Zeker, ik wil heel graag een bestelling van je opnemen. Mag ik je wel daarvoor, hoef je niet te betalen? Mag ik dan wel je nummer? Zeker. Top. Oké, okay, a few ice cubes. Yeah, a few, put two or three ice cubes. Then you put the coffee in. Yes. Both of them. Yeah, both of them. Okay. Double. It will take like 4 to 6 seconds. It depends on the coffee you have. Okay. Nice. Oké, okay, 4 tot 6 seconden in dat blender ding. Of wat het ook was, een mixer. Dan pakt hij nog meer ijsklontjes. Ik zit wat te lachen. Kijk. Hoppa. Nice. Kijk, so this is finish. Ja. Kijk, schat. Lekker. Maar dat is dus met warme koffie, maar dat wordt gewoon meteen gegoten in ijsklontjes. Ja, zo maak ik eigenlijk thuis ook altijd ijskoffie, maar dat wordt meteen koud door die ijsklontjes. Ja. Dus hoe vind je dit? Nu zit er geen suiker door, wel. Nee. Nee, dat is wel heel sterk. Ja, is heel sterk. Ja. Jij bent ook sterk, hè? Mooi uitspraak. Oké, okay, safe. Dankjewel. Daarvoor hebben we dus deze kleding aangedragen, omdat we die crème, koffie en zo, dat is gewoon zo. Woe, dit is heel ver. Ik klap erin in, hè? Deze klapt er even in, ja. Wil je iemand anders proeven? Je moet zorgen dat je eigenlijk een beetje roert, want je krijgt alleen maar die espresso achterin. Ja, dit is wel heel sterk, hoor. Zo. Dat is eigenlijk een kamer, hoor. Nee, nee, dit is heel sterk. Ja. Wel wakker. Baba. Hey, ik weet niet wat het is thuis, maar ik vind er echt goed uitzien, weet je dat? Ja, nee, dat is echt. Ja. Dat is echt. Nee, maar dat doet me echt goed. Ik kijk zo naar jou en ik denk, je zo mooi, jongen. En dan denk je, my brother is looking good, hè? Ik ook. Ik had ook bij jou, man. Toen jij aan het leken was, toen net bij het huis, met die handen zo. Ja, man. Hij ziet er goed uit. Ja, is echt fijn. Echt fijn. Oké, okay, nou, zal ik hier weggaan? Wil je nog iets hier nog staan? Of, Doe maar een klein schotje. Nee, maak niet meer. Raki? Raki? Am I allowed to give Raki shots? To give? Yes. To my client? Yeah, sure. Raki, you wanna pour it? Oh yes, can I pour it? Yeah, sure. Kijk, hoppa. Kijk, daar gaat hij. Just keep it inside. Yeah, yeah. Oei, oei, oei. Wow. Jeetje, Enzo. Jeetje. Damn. Yeah. Damn, oei, yo. Lijkt op een lava lamp. Kijk hoe fijn dat eruit ziet, dames en heren. Wauw. Very good, very nice. Hier zo doorgeven zo. Mooi hoor. Vijfde shot espresso. Ik vind het wel slapen. Is dit weer Fredo? Zelfde. Heb je net zoals een wijnproeverij ook een koffieproeverij? Ik denk het wel. Dan kom je helemaal strak er vandaan. Je hebt heel verschillende koffiebonen uit verschillende continenten wat anders smaakt. Dat is echt zo. Ja, ik geloof het meteen. Ja, Thijs die weet hoe de koffiebonen proeven in Colombia, als ik dat zo zie. Ja, die maken wij. Dan blijf je ook wel. En, schat?
Ja, alleen liever wel met suiker, een beetje. Een klein beetje zoeter. Thijs pakt zijn eigen rietjes. Met suiker erbij? Fijn om te zien hoor. So, you want some raki in the coffee? Yes, 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 please. Can you tell me where the raki is? The secret raki. You want the raki in the coffee? Yes. Are you sure? Yes. Are you so brave? They are brave, yes. My brave soldiers. Het lijkt me echt serieus super leuk om barman te zijn. Kijk dan. Oeh, is dit van de vriezer? Yes. Ik zeg stop, hè. Oké. Okay. Jij hierin? Deze? Ja, ja. Ja? Waarom niet? 1, 2. Hoppa. Zo, dat wordt niet slapen. Ik hoef hem toch niet. Yes, de mooie ingetrapt, hè. Doe je raak in je koffie. Is dat lekker? Ja, het is gewoon lekker. Dit is gewoon zoet geworden. Ja, dit is serieus lekker. Dit is lekker. Ja? Heb ik nou iets uitgevonden? Echt lekker. Is lekker. Eén shotje raki maakt wat zoeter. Nee. Jawel. Is dit toneelstuk wat jullie opzetten? Nee, echt niet. So, is this ever done before? No. It's the first time here in Greece. Boom. So, can I put my name on it? Yeah, for sure. It's the Enzo Raki Espresso Enzo, Coffee. No, the Enzo Frappe. The Enzo Frappe. Perfect. Thank you for the lesson. Thank you very much. I appreciate it. Thank okay, you. Nice. Nou, geniet ervan, maatjes. Nou, gaan we weer door de cowboy deuren. Hoppa. Jeetje, Mina. Jeetje, Mina. Ach, jeetje. Kijk gewoon weer even omheen, weet je wel. Dan denk ik van, jeetje, wat een blessing is dit weer, dames en heren. Ongelooflijk. Niet normaal. We zitten hier op een prachtig plekje. We gaan vandaag dus gewoon even relaxen, even rustig aan. We eten ook gewoon hier bij het hotel. En we gaan gewoon even lekker chillen. We gaan lekker spelletjes spelen. Oh, regenwormen. Die heb ik ook meegenomen. Maar wat gaan we doen? Want Thijs mag beslissen. Ja, Thijs weet het al. Uno? Uno. Oké. Okay. Dos? Tres. Cuatro? Cinco? Zet. Zet. Oui, neuf, dix. Nee, ik ga altijd naar het Frans. Dat is ook leuk. Dank je, schat. Thank maar you. Ik weet niet hoe het in het Grieks is eigenlijk. Hè? Ik weet wel. In het Duits. Ik zeg eentje en dan zeg jij. Ein. Twee. Drie. Vier. Nee, vier. Vier. Vijf. Oh. Goed, oké. Okay. Wij doen het. Nee, uno. Seba. One. Die mij gaan testen hiermee. Ik kan het niet. Hij zegt one. Six. De 3. 60. 4. Nice. Uno. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Yes! Let's go. Nu vries, Ian. Dodgen. Dat klonk wel goed, hè? Oprecht. 2. 3. Nee, maar doen we eens 1 tot 10 tellen naar Noël. Hij speelt hem hard al. Ian, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat? Wow, dat is gewoon een plek in Nederland hè, waar je heen kan gaan. Ja, ziek hè? Ja, dat is mooi hè. Deed je nou net Italiaans of Spaans? Schat, ik doe alles tegelijk. Uno. Uno is Spaans hè? Ja, uno. Uno. Uno, due, tre. Maar in het Spaans is un, dos, tres, cuatro. Die un, die snap ik. Dos, tres, cuatro. Italiaans. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Goed zo, schatje. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, K, L, M, O, P, R, S, 6. Met de uitlaat. Die klapt er wel in. Wat weinig slaap klapt erin. Klapt er ook in, ja. Ja. We gaan even lekker Uno spelen, dames en heren. Uno staat dus voor? 1. Ja. Eén dikke uitlaat. Dit is wel echt serieus een tijdje geleden, dames en heren. Mondkapjes. Het is vandaag 29 mei en 1 juni. Dat is over 2 dagen. Of over 3, even mei 31 dagen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval 1 juni gaat waarschijnlijk de regel weg dat je een mondkapje binnen moet dragen. Dus het is nog even 2 of 3 dagen mondkapje binnen dragen hier. En dan gaat het van de tafel af en dan hoeven we dat niet meer te doen. Dus dat is perfect. Hoppakee, zitten we dan. Het is hier gewoon een lopend buffet. Zag er echt keurig uit. Dus wat heb ik gepakt? Even lekkere salade met hieronder nog feta en olijfjes en hier lekkere olijven. Hoe heet dat ook alweer? Dit precies op zo'n broodje? Tapenade. Oh ja, tapenade. En een lekker kipstokje. Iets van een Griekse kaas ding of zo. Geen idee. Ik heb wat bij elkaar gegooid. Dus lekker smikkelen. Onze eerste avondmaal. Heerlijk. Zo chill dat we gewoon na het eten helemaal zo het strand af kunnen lopen. En dan uiteindelijk gewoon hier bij ons plekje zijn. Trappetje omhoog. Hier de zee al meteen. Ik ga nog even met de drone vliegen. Dat wilde ik sowieso nog even doen. Oh, dit is zo relaxed. Kijk dan.
Heerlijk. Niet normaal. Nou, dan zijn we er. Ja, ik krijg nog even met de drone vliegen. Dat wordt wel echt super nice. Het wordt een mooie zonsondergang, denk ik. Ah, ook al moet ik zeggen, het is wel een beetje heijig. Maar kom maar goed. Beschouwen, dames en heren, als een drone warming up. Ik weet in ieder geval dat de drone het nog steeds doet. Hij vliegt lekker. Op zich waren het wel prima beelden, maar dit is echt veel te heijig. Dus ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel met heijig. Het is gewoon mistig, cloudy, heijig. Ja, zo noemen we dat, heijig. Maar goed, in ieder geval warming up van de dronebeelden. Myron die is hier nog even wat rek- en strek-oefeningen aan het doen. Die ziet er net een beetje gek uit. Maar ik heb daar een cameraatje staan, precies hier zo. Die een mooie timelapse heeft gemaakt van de zonsondergang. Althans, mooie zonsondergang. Mooi, mooi. Maar het is de eerste dag allemaal, dames en heren. Dus op zich, beelden echt wel nice. En er gaan sowieso nog wat dagen aankomen dat de zonsondergang helemaal helder is. Tenminste, daar hoop ik op. Volgens mij zijn de boys moe. Die slapen dus hierboven. Volgens mij liggen ze ook allebei al op bed, weet ik niet zeker. Maar ik heb ze al een tijdje even niet gezien. En ja, ik ga me even lekker een beetje chillen hier zo. Ik heb wel de lange broek aangedaan. En dat is best wel gek, want vanmiddag was het dus zo warm dat ik dacht van, ah, in de avond hoef je dus echt geen lange mouw of lange broek aan. Maar het koelt toch echt wel heel erg af in één keer. Wow, daarachter, vuurwerk. Zien jullie dat daar helemaal in de verte? Nou, zijn ze eigenlijk te vroeg mee, wat zonde. Wow, dat is echt zonde, dat ziet er echt mooi uit. Nou goed, ik ga nog even chillen totdat het donker wordt hier zo. En die golven trouwens, hè. Ik vind dat zoiets magisch hebben. Dit is echt absurd. Ik heb dus een shot gemaakt van boven. Ik denk dat dat het mooiste shot is die ik heb gemaakt, zo net van de drone. Het is gewoon de golven van boven. Het ziet er zo ontzettend gaaf uit. En ook omdat dit was echt een hele mooie plek. Want er waren wat rotsen in het water. Waardoor soms die golf wat eerder klapt, zeg maar. En dat zag er echt super gaaf uit. Het is heel erg specie eigenlijk. Maar ja, sowieso golven is echt iets magisch, vind ik. Het ziet er altijd wel echt gaaf uit. En ja, omdat het zo hard heeft gewaaid vandaag, zijn er gewoon nog wat harde golven. Nog net niet hoog genoeg, denk ik, om even surfboard erbij te pakken, maar ziet er wel mooi uit. Zo, als ik terugdenk ook aan die vliegreis, dat vond ik wel echt spannend hoor, serieus. Harde wind jongen, landing. Ja, wel echt ziek netjes gedaan door de piloot maar, en de co-piloot. Maar goed, was niet echt heel erg prettig zeg maar. Ik weet niet waarom. En dit is serieus, er is niks aan gelogen. Bijna elke keer als we vliegen, dan schijt ik hem dood en dan zit ik zoiets van oké, Enzo, je gaat nooit meer vliegen, je kapt ermee, je gaat niet meer vliegen, je gaat niet meer vliegen, dit is veel te eng, spannend, 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 waarom zou je zoveel spanning met je meebrengen, waarom doe je dit toch, je gaat nooit meer vliegen, Enzo. Ik maak mezelf helemaal gek natuurlijk, moet ik niet doen, maar ja, ik vind het nog steeds echt soms gewoon serieus doodseng, dat ik echt gewoon helemaal buikpijn krijg en alles, ja. Doe het wel elke keer, dus ik ben wel echt trots op mezelf. Kijk waar we zijn. Daar doe je het uiteindelijk voor. Zo, dames en heren, we zitten hier buiten. Het is nu een uurtje of 10:15. En ik ben eigenlijk wel moe. Marion die ligt al te slapen. Wij zitten hier nog met z'n drietjes op de laptop. Maar ik ga er nu ook vandoor. Ik ga nu ook lekker slapen. Zo, die stoel. Lekkere stoeltjes. Dus lekker slapen. Morgen een nieuwe dag. Mocht je nou alle informatie willen weten van het Aquila Hotel, het verblijf, alles wat we gaan doen, check even het linkje in de beschrijving. Ik zie jullie heel graag morgen om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.